Er woedt een grote brand bij ijzergieterij Lovink in Terborg. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. En ter plaatse is ook onze verslaggever Petra Cusé. Petra, wat is daar nog te zien van die brand? Nou, van die grote rookwolken die in de verre omtrek te zien waren, daar is op dit moment geen sprake meer van. Achter mij zijn nog wel brandweerauto's te zien. En naast mij staat persvoorlichter van de brandweer Rob Nederhof. Meneer Nederhof, wat is hier gebeurd? Rond 4:15 kregen wij een melding dat er een vat met alcohol in brand stond. De omgeving van het vat heeft ook gebrand. En daarbij zijn twee slachtoffers gevallen. Eén persoon met brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Niet levensbedreigend. En één persoon is ter plaatse behandeld door de ambulance. Is er ook gevaar voor de volksgezondheid geweest? Want de rookwolken die waren enorm en die zagen er wel dreigend uit. Die zagen er dreigend uit. Er is geen specifiek gevaar geweest voor de volksgezondheid. Rook is altijd gevaarlijk. Dus we hebben wel vanaf het begin af aan mensen geadviseerd. Heb je er last van, ga naar binnen, doe ramen en deuren dicht. Maar geen specifiek gevaar door deze brand. Nu die rookwolken weg zijn, is daarmee het gevaar geweken? Is de brand meester? Nee, op dit moment is de brand nog niet meester. De brand is namelijk ook tussen de daklagen terechtgekomen. En de brandweer is nu druk bezig om te traceren tot hoever die brand zich heeft uitgebreid voordat ze zijn brandmeester kunnen geven. En hoe lang denkt u dat het nog gaat duren? Nou, er is een tweede hoogwerker onderweg. Daar is het wachten op om van twee kanten de zaak te kunnen aanpakken. En ik verwacht dat we zeker nog wel een uur tot anderhalf uur bezig zijn. Nog zeker een uur, anderhalf uur zijn ze hier nog aan het werk in Terborg om die brand te blussen.